Hoi, ik ben Trangan Lee en ik ben de proces- en contractmanager op Heijmans Infra Schiphol. Op dit moment staan we hier op het project Groot Onderhoud aan de Zwanenburgbaan, waar we met een hele grote groep leuke collega's in een zo kort mogelijke tijd dag en nacht werken om de baan hier te renoveren. Dat doen we met een aantal andere partijen, Heijmans, maar ook andere main contractors op Schiphol die hier werkzaamheden uitvoeren en heel veel onderaannemers en leveranciers. Vorig jaar hebben we bij de Aalsmeerbaan al een stap gezet in het circulair hergebruiken van lampen. We halen hier de oude halogeenlampen eruit en er komt een nieuwe duurzame LED-verlichting in. En we proberen met de leveranciers te kijken hoe we een stap hoger kunnen komen op de circulariteitsladder. Dat we hoogwaardig hergebruik van de lampen kunnen realiseren. Nou, een paar korte feitjes over het project. We vervangen hier het asfalt, ruim 86 voetbalvelden aan asfalt op de banen en rijbanen. Daarvan wordt 60% van het vrijgekomen freesasfalt ook weer hier hergebruikt. Daarnaast brengen we ook een nieuw verlichtingssysteem aan met 2300 nieuwe LED-lampen en ruim 400 kilometer aan kabel. Het werk op Schiphol is ontzettend leuk omdat we hier met een vaste club mensen met Heijmans Infra Schiphol werken. Ja, letterlijk tussen de vliegtuigen. Het is een hele dynamische omgeving en het blijft bijzonder om tussen de vliegtuigen te werken. Goed getimed.